geweldig. Het was een heel andere experience, zoals we het gaan noemen. En ja, dat vond ik wel leuk. Nou, omdat het natuurlijk anders is, maar leuk anders. En het is nieuw en ik vond het gewoon geweldig de eerste week. Het geeft een nieuwe start aan het leven eigenlijk. Omdat het rust geeft in mijn hoofd en anders zou ik thuis moeten blijven 1 of 2 keer in de week. En dan mis ik les en heb ik extra huiswerk en dat is niet handig. Omdat we de docenten gaan wisselen en er staat een dagplanning op het bord. Nou, dan vertelt het namelijk wat er die dag gaat gebeuren en dat geeft me extra rust in mijn hoofd. Best simpel eigenlijk. De vakdocent die geeft les van een vak en de coach/mentor die helpt een kind of een leerling als als diegene zijn hoofd vol loopt bijvoorbeeld. Dan neemt de coach/mentor je naar uit het klaslokaal en dan dan helpt ze je tot rust te brengen. Ik heb al nieuwe vrienden gemaakt en ik vind het ook een gezellig groep. Het gaat goed, de vakken vind ik ook wel leuk. En ik vind het een fijne plek. Ik ken eigenlijk nu alles wel. Er zijn een paar plekken die ik nog niet ken, maar die leer je wel snel. En ik vind het gewoon mooi en fijn hier. Het voelt gewoon eigenlijk als een tweede thuis.